Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zegt dat het Jeugdparlement en de rest van het Nationaal Jeugdinstituut uit het gebouw aan de Eduard Broemastraat zijn gezet door de verhuurder. Maar laat me dit vertellen bij NJI. Kijk, we hebben van tevoren aangegeven dat wij een evaluatie zouden doen. De evaluatie is nu rond. Maar waarmee we zitten, we zijn uit het gebouw gezet van NJI. We hebben een achterstand van $682.000 US dollar. En natuurlijk, het is begrijpelijk dat de eigenaar zijn geld wil hebben. Dus wij hebben nu dat zover kunnen krijgen met Minfin, dat we gedeeltelijk dat geld kunnen betalen. Kuldeep Singh zegt dat zij verder wil gaan met de digitale verkiezingen van het jeugdparlement nadat een deel van de huurachterstand is betaald. Ze begrijpt de schuldeiser volkomen omdat het bedrag erg hoog is. De minister zegt dat ze nu op zoek is naar een nieuw gebouw voor het jeugdorgaan. Nou, als u $682.000 bij mij schuld zou hebben, zou ik u nog houden? En u, het pand moet gerenoveerd worden, die meneer heeft een andere huurder. Wat zou u doen? Ja, alle gebouwen. Ik moet uit alle panden gaan waar ik nu zit. Het hoofdgebouw waar ik op het ministerie zit, daar heeft ook een achterstand. Daar moet ik ook eruit. Dat heeft deze schuld, zeg? Nou, ik heb van dat gebouw, van het hoofdgebouw, heb ik de achterstanden van 3 jaar kunnen betalen. En nu hebben we een achterstand van 1 jaar. En die gaan we ook binnenkort betalen. Waar ik ben, ik denk ik had het even berekend, 15 miljoen. SRD. Dus die 682.000 plus nog alle kleine achterstanden van arbeidsinspectie, van waar ik nu zit, is allemaal om en bij 15 miljoen. Kuldeep Singh weet niet waarom er geen huur werd betaald. De minister zegt dat er al een aanvang is gemaakt met de aflossing, omdat deze regering niet de naam van wanbetaler wil krijgen. Ook zal het jeugdparlement worden uitbetaald voor de afgelopen 3 jaren waarin zij niet ontvangen heeft.